Renault Antwerpen. De auto's van stad. Geen training vandaag en dat stond anders wel op het programma. De supporters die hier verhalen hopen te halen, zien dat de Wilrijkse pleinen er maar verlaten bij liggen. Ik vind dat ze nu toch hun kop moeten laten zien. En laten zeggen, hier zijn we ze dan met ons gedachtes kunnen zeggen ook. Dat vind ik wel. De spelers lopen een eindje verderop in het park van Den Brand de nederlaag van zich af. Ze worden afgeschermd voor de pers. Allee, voor mij doe ik het zeer. Je kent hier toch ook twee abonnementen en het kost toch ook geld voor ons. En als je dan ziet hoe dat die zoemigte jongens, dan zijn er bij die het... Maar dan zijn er toch ook bij die gedachten weggooien eigenlijk. En dat vind ik wel spijtig als supporter. Achteruit. Gaat u achteruit of duw achteruit? Achteruit. Ook gisteravond na de blamage waren de supporters een verklaring voor het ondermaatse spel. Beerschot-voorzitter Patrick Van Oppen spreekt zelf de teleurgestelde aanhang toe. Ik begrijp 100% uw frustratie en het is terecht ook. Laat dat duidelijk zijn. Oké? De teleurstelling die jullie hebben vandaag heb ik ook even goed. De mensen van het bestuur en al diegenen die elke dag aan hun kop voorleggen, we hebben dezelfde teleurstelling, even goed als jullie, oké? De 1-7 nederlaag is een dieptepunt in de clubgeschiedenis. Iedereen begint nu verhalen te zoeken die ook niet waar zijn. Dit helpt ook niet, natuurlijk. Wat? Voor de sfeer. Nee, tuurlijk niet. Als je 7 binnenkrijgt op sportief waar wij verantwoordelijk voor zijn, is dat heel pijnlijk. Ook de clubleiding kan de vernedering missen als kiespijn. In verschillende media wordt Beerschot genoemd als de eerste klasseploeg die zwart geld aannam. In een panorama-reportage over het zwarte geldcircuit in het Belgische voetbal. Patrick Van Oppen en ook toenmalig financieel directeur David de Lore ontkennen met klem. Er is bij ons op geen enkele wijze zwart werk. Laat dat zwart geld, dat heel duidelijk zijn. Hè? En ik tolereer het ook niet. Ik zal me ook op gelijk welke wijze verzet dat tegen. Ik zal ook de mensen dagvaarden die nog durven daarom dienstwaardig te leveren. Hè? Ik tolereer dit niet meer. Nu vertelt ook spelersvakbond Sporta dat er zeker 3 spelers zijn wiens premies nog niet werden uitbetaald. Ook Koulibaly en Adrie Koster spraken na hun vertrek over financiële problemen bij de club. De alarmerende extra sportieve berichten zijn er te veel aan voor de supporters. Wacht, ik wil nog beter dan dat we pas niet gaan of niet. Dat gaat niet, dat is onmogelijk. En nog 11 speeldagen voor de boeg mag Wim de Korte zich opmaken voor de strijd tegen degradatie. Hij wordt de nieuwe hoofdtrainer bij Beerschot dat ook nog op zoek gaat naar 2 assistenten voor hem.